Na de aanleg van het spoor is hier steeds meer industrie gekomen. De industrie heeft geleid tot allerlei pakhuizen en bebouwing die hier heeft gestaan. De woonwijk De Mars stond hier ook. Dat waren 191 woningen in het gebied. Die zijn in de loop der tijd verpauperd. In die tijd heeft Heijmans de locatie gekocht en zijn we gestart met de ontwikkeling van Noorderhaven. De grootste uitdaging in dit gebied is eigenlijk om de mensen te verleiden aan deze kant van het spoor te komen. Dit is het station van Zutphen, heel centraal in het plan. Het lag vroeger aan de rand eigenlijk van Zutphen zelf. Maar nu bouwden we aan deze kant het Noorderhaven, direct tegen het station aan. Ja, fantastisch qua bereikbaarheid. Dit was een gebied waar eigenlijk alleen industrie was, leegstand. Er gebeurde hier eigenlijk van alles. En de plek die we nu hier realiseren, zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk hier wel willen komen. Dit was ooit het bedrijventerrein Noorderhaven. De Mars eigenlijk, hoe het heette. We zijn het nu aan het omvormen naar het woongebied Noorderhaven. Wat je hier ziet is de nieuwbouw die we hier realiseren voor Vesteda. Het zijn 126 woningen. Er is in Noorderhaven in het verleden heel veel gesloopt. Maar er staan een aantal panden in die gewoon echt een bepaald karakter geven aan de wijk. Dit is het koelhuis. Fantastisch mooi oud pand in Noorderhaven. Een van de oude panden die we hebben kunnen behouden. Echt een hele leuke plek om te komen. De architectuur van Noorderhaven kenmerkt zich door het industriële karakter. Een stuk stoere industrie wat je ook terug wil laten zien in de nieuwbouw. Het leuke is dat je hier in een oud pand staat met het oude karakter. Maar je ziet daarachter ook een heel mooi pand in de nieuwbouw. De sheddaken die erin zitten, een verwijzing naar het industriële karakter van Noorderhaven. Toen wij hier kwamen was hier eigenlijk niks. Ze worden daar nu panden gebouwd, wordt daar gebouwd. Dus het is eigenlijk wel heel veel ontwikkeling. Ja. Dit project is voor mij gewoon heel speciaal. Ik ben hier al een jaar of 10 mee bezig. De dingen die je in je hoofd hebt zitten, wat je hier wil gaan realiseren, kan je hier realiseren. En uiteindelijk zie je dat het ook lukt. Dat maakt het ook dat het wel echt iets is waar je trots op kan zijn.